Vlog nummer 9. Nou, dit is een beetje een verzamelvlog van allemaal dingetjes die ik heb gedaan deze week. Het is lekker rustig op straat. Ja, iedereen is carnaval hier. We zijn onderweg naar ons eerste home dinner. Ik heb in de loop van een aantal jaren gewoon echt passie ontwikkeld voor koken en voor eigenlijk voor het werken met voedsel. Ik vind eten echt leuk. Ik vind mensen zien eten ook echt leuk. En vooral mensen zien genieten van mijn eten echt heel leuk. Ja, het smaakt erg lekker. Namelijk uit een Baileys, waaronder een Baileys ijs en een Baileys crème. Op een beetje van pistache crumble met witte chocola, gebrande witte chocola. Dat is dat bruine rondje wat jullie vinden. Dus deze heeft een hele andere structuur en een hele andere smaak als de andere stukje chocola wat je vindt. Wij zijn onderweg. Naar een plek waar ik duidelijk een haat-liefde relatie mee heb. We gaan naar de sportschool. En ik moet nog gaan sporten. Wow, zweethoofd. Nou, we gaan nu in ieder geval naar de nieuwe Happiness Kitchen iets eten. En dit is een salade van broccoli, kiemen en kikkererwten. Wauw jongens, dit ziet er echt mega fucking lekker uit. Ik ben al begonnen. Hoe vind je het? Smaakt goed? Ja? Koffer inpakken, want ik ga dit weekend een weekendje weg. Ik ga namelijk naar Belgrado en Belgrado ligt in Servië. Nou, iedereen waar ik deze week tegen heb verteld, ik ga een weekendje naar Servië. Die keken mij allemaal aan van, waar ga jij naartoe? Ze noemen het ook wel het Berlijn van het Oostblok. Schijnt echt de bom te zijn voor weekendjes weg. Stophoofdstad van Europa, heb ik gelezen. Dit alles ga ik doen echt voor nou bijna 0 euro. Het is echt gewoon, ja, haast niet te geloven hoe goedkoop wij dit weekendje weg hebben geboekt. Volgens mij waren we 60 euro kwijt voor 2 vliegtickets retour. Dus 60 euro retour met z'n tweeën. Daarom geef ik je heel graag een tip over hoe low budget een weekendje weg te boeken. Wij zijn hier in Eindhoven gezegend met een vliegveld. Als je een weekendje of misschien wel een weekje weg wilt boeken en daarvoor is het nodig dat je gaat vliegen, kijk altijd eerst bij Eindhoven Airport wat ze aanbieden. Sterker nog, ik bedenk niet eens van tevoren waar ik naartoe ga. Ik weet een beetje de datum dat ik wil gaan en dan kijk ik op Eindhoven Airport ofwel bij Ryanair ofwel bij Wizz Air wat zij aanbieden rondom die datum. Nou, ze vliegen echt op mega veel bestemmingen vanuit Eindhoven, dus dat is al gewoon echt fantastisch eigenlijk. Sterker nog, deze week kwam het bericht, en misschien heb je het wel gelezen, dat Ryanair op 9 nieuwe bestemmingen gaat vliegen vanuit Eindhoven, dus het worden er ook telkens alleen maar meer.
Ik ben in Londen geweest met Ryanair. Volgens mij was een ticket echt een tientje retour of zo. Ik ben in Budapest geweest. We zijn naar Marseille gevlogen. Ik zit te denken. Faro in Portugal ben ik wel eens ooit naartoe gevlogen. Naar Pisa in Italië ben ik gevlogen. Zuid-Spanje ben ik geweest. Naar Rome ben ik gevlogen. Naar Griekenland. Kreta ben ik gevlogen. Mega veel locaties waar je naartoe kunt vliegen. Doe één keer de aanschaf van een handbagagekoffer. Een beetje een fatsoenlijke. En je bent good to go voor al je stedentrips die je wil maken. En je bent gewoon nooit geld kwijt voor het inchecken van een koffer. En je kan echt zoveel kwijt in je handbagage. Niet normaal. Je mag ook een handtas meenemen tot 7 kilo. Dus je mag je handbagagekoffer en een handtas gewoon allebei meenemen. En nou, daar kan ik eigenlijk wel voor 2 weken gewoon inpakken. Ik rol echt gewoon mijn kleren tot mega kleine rolletjes. En dan kun je echt zoveel meenemen. En voor je verblijf, ga dan kijken op booking.com of kijk op Airbnb, waar je een beetje fatsoenlijk en leuk kunt overnachten. Boek altijd alles gewoon los zelf. We hebben een studio-appartement echt midden in het centrum van Belgrado voor 17 euro per nacht met z'n tweeën. Dus ik heb het over een bedrag van, nou, ruim gezegd, 2 keer 60 euro, 120 euro zijn wij gewoon een weekendje weg. 3 dagen naar een Europese hoofdstad. Ik heb er echt zoveel zin in. Dus mocht je interesse gewekt zijn en mocht je willen weten van oké, maar wat is er dan allemaal te doen in Belgrado en waarom is het daar leuk? Ik ga daar vloggen en dat kun je volgende week zien. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. Mochten jullie denken van waarom doet zij altijd zo? Hier beneden heb je dus ergens die subscribe button. Dus daar kun je op drukken. En dan volg je me. Wat je ook kunt doen is me volgen op Facebook, op Instagram. En je kunt ook een commentaar achterlaten in de commentbox hier beneden. En dan kun je me vertellen wat je van deze video's vindt. That's it. Tot de volgende keer. Doei.